Goedenavond en welkom bij de tweede digitale kennisplein op deze eerste digitale mechanisatiebeurs. Waarop vanavond het onderwerp kennis en innovatie centraal staat, of de onderwerpen kennis en innovatie centraal. Onder de titel Proeftuin, Duin en Bollenstreek. Wat ik gisteren bij het begin vergeten heb te vertellen, is dat we dit kennisplein normaal gesproken met een heel aantal partners doen. Nou, namens die partners zijn hier vanavond ook in ieder geval twee personen met mij aanwezig, maar een heel aantal van die, ja, vanwege de beperkingen kon lang niet iedereen er zijn, maar die hebben wel aan de voorkant meegedaan om deze avond mogelijk te maken. Dus ik wil ook Greenpoint Ontwikkelingsmaatschappij, het Welland College, de KAVB, Flint en ook het Hoogheemraadschap van Rijnland wel noemen als partners met wie we dit mede mogelijk gemaakt en voorbereid hebben. Met mij aan tafel zitten vanavond de twee gasten. Ik noemde het al. Voor mij links, voor u rechts zit Sjoerd van Vilsteren, onderzoeker bij Wageningen Universiteit, gespecialiseerd in onderzoek in de bloembollensector. En rechts van mij, voor u links, zit René Gomesbach, sectorspecialist tuinbouw bij de Rabobank. Wij gaan met elkaar in gesprek. Dat wisselen we af met filmbeelden, zoals we dat ook gisteren gedaan hebben. We hebben nu nog wat meer filmpjes voor jullie. Misschien deels filmpjes die je al eens eerder gezien kunt hebben, maar ook nieuw materiaal wat nog niet eerder vertoond is, wat vanavond de primeur heeft over de proeftuinen, zoals we die hier in de Greenpoint Duin en Bollenstreek kennen. Net als gisteren is er de mogelijkheid om mee te doen op de chat. Voor de mensen die al in de stream zitten, dan die chatfunctie zie je daaronder zitten. Mijn collega Even van der Kwast is als moderator en doorgever luik weer aanwezig. Dus goede vragen of nuttige vragen, dingen waar wij over na kunnen denken, die worden ook doorgespeeld onze kant op. Dus doe gerust mee. Datzelfde geldt voor het Twitter-account van de Greenpoint Duin en Bollenstreek. Ook daar zijn uw vragen en opmerkingen welkom. En die komen dan uiteindelijk, de goede zijkant, die komen ook hier in de studio terecht. En die gaan we dan met onze gasten met elkaar bespreken. We hebben een minuut of 3:54. Daarna een korte overgang, wisseling om de tafel schoon te maken voor de mensen die na ons komen. En dat is dan weer de Greenity Talks, net zoals dat gisteravond was. Nou, dat is een klein beetje de outline. We beginnen weer met even kort een aantal dingen neerzetten. Dus dat is wat, zou je kunnen zeggen, wat zenden vanuit onze kant naar jullie toe. En daarna, en ook tussendoor, is er zeker gelegenheid voor vragen en voor interactie. Om te beginnen, even heel kort een schets van die stand van zaken op de onderwerpen kennis en innovatie. Je kunt ook andere woorden gebruiken, maar ik denk dat kennis en innovatie, onderzoek, onderwijs, die dekken wel de lading. Ik licht daar drie onderwerpen even specifiek uit. En ik begin dan met het noemen van Vitale Teelt 2030. Voor die mensen die al wat langer, laten we zeggen in ieder geval de afgelopen jaren in de bollensector of het cluster daaromheen actief zijn, is dat wel een bekende, zijn het wel bekende termen, denk ik. Een visie die samen met de KNVB, Wageningen Universiteit en twee Greenports, Noord-Holland-Noord en Duin en Bollenstreek, opgesteld is. Nou, die visie is inmiddels denk ik 2,5 jaar oud ongeveer. En jullie zien op deze dia rechts een 9 hokjes waarin de doelen of de onderwerpen waarop die visie zich richt samengevat zijn. Ik hoef je voor nu niet te lezen, maar het is goed om te zien dat we in die afgelopen 2,5 jaar geconstateerd hebben dat we op een aantal van die onderdelen verder moeten verdiepen. Hè. Dus we hadden een visie neergezet, maar met het neerzetten van de visie heb je nog niet automatisch een agenda en nog niet een plan van hoe breng je dan die visie dichterbij. Dus op onderdelen hebben we moeten verdiepen, hebben we ook gedaan. We hebben ook verbreed om dat woord maar te gebruiken. Dus het betekent, er zijn natuurlijk andere ontwikkelingen. Ik noem maar het klimaatakkoord. Dat heeft natuurlijk een enorme duw gegeven aan het onderwerp duurzame energie. En met verbreden bedoel ik ook dat we, waar we misschien wat begonnen met die teelt en die bollensector centraal, dat we ook steeds meer zien, ook in de onderzoeken en de aanpak die we kiezen, dat we daar ook andere schakels uit die keten ook steeds bij betrekken. En ik denk dat dat ook een goede zaak is. Dat maakt ook dat die thema's ook makkelijker of beter geïmplementeerd worden. Nou ja, en zoals bij elke visie, die wordt natuurlijk in verloop van tijd wordt die steeds concreter. Dat vereisen die projecten ook. Dat vereisen die proeftuinen ook. Dus je kunt heel lang praten en denken, maar je moet op een gegeven moment ook dingen laten zien en uitproberen met elkaar. En uiteraard, die visie wordt ook uitgevoerd. Ik noemde dan even heel specifiek voor die Greenpoint Duin en Bollenstreek een aantal dingen waar wij dan de afgelopen tijd en ook nu mee bezig zijn om invulling te geven aan Vitale Teelt. En dat is bijvoorbeeld een heel groot living lab. Je zou kunnen zeggen, een speeltuin is het niet, maar wel een laboratoriumopstelling, maar dan niet,
binnen, maar buiten, waarbij je uitprobeert hoe je de biodiversiteit kunt herstellen in deze regio, maar ook echt in de bolle teelt. Het is denk ik een uniek project. Behalve dat het heel groot is, is het ook een van de 3 projecten die de komende 5 jaar landelijk gebeurt. Dit is natuurlijk eigenlijk, als je naar Nederland kijkt, is de Bollenstreek relatief een postzegel. Dus het is bijzonder dat zo'n groot onderzoeksproject met heel veel kennis en heel veel capaciteit, dat het hier geland is. En daar kijken we ook heel naar uit, verwachten we ook veel van. Ik noemde al het klimaatakkoord, met daarin de doelen die de sector zichzelf gesteld heeft. De tuinbouwsector in de breedte, maar ook de bollenteelt als onderdeel daarvan. In deze regio werken we daaraan onder een programma wat we klimaatneutraal 2040 noemen. Er zitten heel interessante onderwerpen in, haalbaarheidsonderzoeken, maar ook echt alweer uitproberen. Dus dat gaat dan over dubbelruimtegebruik, combinatie van teelt en ook opwekking van duurzame energie. Door middel van zonnepanelen gaat over het opwekken van produceren van waterstof op de bedrijven. Er zit denk ik echt een aantal vernieuwingen in die ook echt zijn beslag zullen gaan krijgen in de komende jaren. Onderwerp wat vanavond nog even terugkomt, omdat het ook al iets is wat langer loopt, maar wat ook specifiek wel voor deze regio is het gebruiken van drone- en satellietdata, die je natuurlijk in de precisielandbouw heel goed toe kunt passen. Je ziet dat die data steeds beter bruikbaar wordt. Nou, we zitten hier in de Duinenbollenstreek met Valkenburg, het voormalige vliegveld, als Unmanned Valley, als proeftuin voor de drones zitten we heel dichtbij. En we hebben natuurlijk het Space Center in Noordwijk, ook wereldberoemd, meestal buiten Nederland, maar het zit echt hier om de hoek. En ik wil ook genoemd hebben, ook omdat het een hele relatief nieuwe is, maar wel eentje die ook maatschappelijk heel aanspreekt, de onderzoekstrajecten en ook gewoon het daadwerkelijk maken van producten met inhoudstoffen. Nou, wat zijn dan inhoudstoffen? Alle producten die je uit een bloem of een bol of uit plantmateriaal haalt en die je hoogwaardiger toepast dan, ik noem maar, composteren of verbranden of wat je daarmee kunt doen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om toepassingen in medicijnen. Ook wel een aantal wat oudere toepassingen die bekend zijn. Maar we zien dat daar een heel aantal mogelijkheden voor zijn. Ook nu worden weer een aantal nieuwe trajecten opgestart waar we veel van verwachten. Bijvoorbeeld in cosmetica, maar ook andere producten waarmee je echt ook kunt laten zien dat behalve dat een bloem of een bol dat die mooi is, dat je er ook echt, zeg maar, in je gezondheid of in je welbevinden iets mee kunt doen. Nou, dat zijn denk ik, niet al deze onderwerpen zullen vanavond allemaal terugkomen. We zullen met name op die precisielandbouw een aantal keren inzoomen. Maar het geeft wel een beeld van hoe divers is nou het onderzoek zoals het hier verloopt. Goed om te noemen is AVV, Algemeen Verbindend Verklaring. Zoals die hopelijk voor de bollensector er dit jaar gaat komen. Dat maakt het mogelijk om specifieke heffingen voor onderzoek te doen, sectorbreed. Waarmee je dus eigenlijk weer een aantal jaren teruggaat in de tijd, zo gezegd. Uit de tijd dat er met het productschap ook nog een heffing was. Waardoor iedereen ook echt meebetaalde aan onderzoek. Nou, de hoop, ik heb dat maar met een vraagteken en een uitroepteken gedaan. De hoop en de wens is dat die algemeen verbindend verklaring ook echt gaat helpen om weer meer en beter en nauwer met elkaar samen te werken in dat terrein van kennis en onderzoek. Laatste even om nu neer te zetten met de blik vooruit. Pak ik even onze eigen visie die we als Greenport Duin en Bollenstreek gemaakt hebben. Visie voor 2040, waarin we gezegd hebben, nou, een aantal van die thema's speelt dus bij uitstek hier in onze regio. Daar willen we ook echt als Greenport mee bezig zijn, omdat we ook vinden dat we voorop horen te lopen. We kunnen dat ook doen, hebben daar ook dat is ook de positie en de rol die we gekregen hebben van de partijen in onze omgeving. We zijn al bezig, noemde ik al, met trajecten die gaan over precisielandbouw, met die biodiversiteit en met duurzame energie. En wat we nog graag willen doen, dus wat nog op de verlanglijst staat, hier met een rood kleurtje weergegeven, is nog verder inzoomen op het sluiten van die kringlopen. Gaat ook bijvoorbeeld over waterkwaliteitsprojecten samen met het Hoogheemraadschap. We zijn een heel klein beetje bezig met transport en logistiek, maar ja, omdat dat natuurlijk in deze Greenport heel belangrijk is ook een, laten we zeggen, een redelijk kapitaalintensieve sector, daar kunnen we echt nog een paar slagen meer maken. We denken ook dat er op het gebied van toerisme, duurzaam toerisme, nog veel innovatie mogelijk is. En überhaupt gewoon dat er nog veel uitgeprobeerd kan worden. Dus gisteren hebben we dat ook aan de orde gehad toen het ging over ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling. We denken echt dat het nog een hele vlucht kan nemen, die combinatie van toerisme en tuinbouw en teelt van bollen specifiek. Ja, en wat dan helpt, en daar proberen we onder andere vanavond een bijdrage aan te leveren, is iets wat dan met een duur woord een cultuuromslag heet. Als ik meer woorden zou gebruiken, zou ik zeggen dat gaat over dat we toch meer dingen samen doen. Meer dingen ook delen met elkaar.
En dat we met elkaar als sector misschien ook een klein beetje meer openstaan voor wat er om ons heen gebeurt, ook voor wat er in andere sectoren gebeurt, omdat we daar dingen van kunnen leren. En als laatste, ook die haakt weer aan op een lopend traject, op een visie die gaat over gewasbescherming. We hebben afgesproken als sectoren met elkaar dat we in 2030 eigenlijk geen uitstoot meer hebben van gewasbeschermingsmiddelen. Nou ja, dat vraagt iets van de planten die we dan telen, van de bodden die we telen en ook de manier waarop we dat doen. Dat is nog niet de stand van zaken vandaag. We zien wel dat we daar stappen op aan het zetten zijn. Dat is ook mooi, hè? Kwam het vorige half uur ook aan bod. Er wordt veel geïnnoveerd op het onderwerp gewasbescherming. Maar we hebben daar nog stappen te zetten om te komen waar we willen. Nou, toch een stevige monoloog. Wat ik van de heren naast mij zou willen weten, Sjoerd en René, als je ze maar dit lijstje en dit verhaal een klein beetje aanhoort, resoneert dat nou bij jullie? Zit daar iets van herkenning? Of zeggen jullie, nou, ik mis hier nog echt iets in, Sjoerd? Als ik jou die vraag stel, wat zeg je dan terug? Nee, ik herken het wel, wat je zegt. Oké. Ja. En iets specifiek wat er dan voor jou uit, wat je eruit wil lichten? Of zeg je dat komt zo? Ja, je bedoelt van wat je net zei over die gasbeschermingsmiddelen? Ja, bijvoorbeeld, of als je kijkt de breedte van de dingen die we, dat hele spectrum, daar zit heel wat in. Ik verbaas me er elke keer over. Ik bedoel, we zijn een piepkleine regio, zo gezegd, 3000 hectare. Maar als je kijkt wat er allemaal hier al gebeurt, is natuurlijk onwijs veel. Ja. Klopt. Nou ja, voor mij is het niet echt iets specifieks dat ik denk van oké, dat ligt eruit of zo. Volgens mij zijn alles wat ik hier zie, is bijna even belangrijk. Er is natuurlijk wel meer druk op het een dan op het ander. Ik denk met name het gewasbeschermingsmiddelen dat het hoofddossier is. Ja. En energie. Maar goed, ja, als je ze allemaal opnoemt, dan kom je er eigenlijk achter van ja, ze zijn eigenlijk allemaal best wel belangrijk. Dus de omgeving ook. Dus. Ja. Iets specifieks vind ik niet extra belangrijk. Oké, nou, die vraag zal ik door de avond heen misschien nog een keer weer stellen. Dus dank voor nu. Voor jou, René, zit hier, mis jij hier iets in? Of is er iets waarvan jij zegt in het bijzonder, dat wil ik er even uitlichten? Nee, ik mis daar eigenlijk niks in. Maar wat je wel ziet is dat hetgeen wat ik hier zie, dat past wel heel erg ook binnen onze visie die we hebben op de land- en tuinbouw, met name zeker op de bollenteelt. Mm-hmm. Voor een aantal transities die ook in de sector plaatsvinden. Ja. En daar passen dit wel in, als je praat over precisie land- en tuinbouw. Ja, doe maar, want daar maken we dan dat bruggetje. Hè? Dat was ook ons volgende onderwerp geweest. Hè? De visie die de Rabobank onlangs het levenslicht heeft laten zien. Daar benoem je de sector inderdaad, die karakteriseer je vrij specifiek. Geef je ook een aantal uitdagingen mee. Wil je daar voor ons, voor de mensen die meekijken nu of later, wil je daar eens wat dingen over vertellen? Je maakte net al een beginnetje, maar... Wil je dat eens neerzetten? Nou ja, laat ik eerst beginnen eventjes van waarom hebben wij deze visie hebben we ook geschreven. Mm-hmm. En hebben we het ook eind vorig jaar gepubliceerd. Om ook aan te geven van hoe belangrijk uiteindelijk de land- en tuinbouw voor Nederland is. Het is best wel een behoorlijk belangrijk deel van onze economie. Het is 7-8% van ons bruto nationaal product. Laten we dat niet vergeten. Hè? Dus het is, dat wilden we in ieder geval ook laten zien. En hoe internationaal gericht dat we zijn. En waar ook de hele internationale wereld ook van Nederland leert. Van wat wij hier doen. Dus laten we ook daardoor uit onze schulp maar kruipen. En dit ook gewoon zeggen. Maar wat we ook willen met deze visie. Is ook zeg maar de maatschappij daar ook verder in meenemen. Want dat weten we wel uiteindelijk wel wat er in de agrarische wereld gebeurt. Nou, mm-hmm. Laat ik me eventjes daar even bij stoppen. En dan even kijken naar het onderwerp waar we vandaag over hebben. Van dat sluit zeker op een aantal transities die we zien in de land- en tuinbouw, sluit het zeker aan. Als je praat over transitie, precisie, land- en tuinbouw. Zeg maar het gebruik maken van de technieken en dergelijke. Het verder ontwikkelen. Minder handjes nodig hebben, beter en kwalitatief kunnen produceren, dan haakt het er zeker aan. Maar ook bij de klimaattransitie, mm-hmm. De CO2-uitstoot, dan praat je eventjes over nitraten, nou, dat soort zaken. Om in ieder geval, dat sluit zeker aan bij de klimaattransitie. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om dat hier ook te horen. En daarnaast wat je hier meegeeft, is dat dit verlangt ook wat van de ondernemers zelf. Dus van hoe gaan de ondernemers zelf, hoe gaan hier de kwekers ook mee om naar de toekomst? Hoe vinden ze ook nog dat dit hun past?
En daardoor is het denk ik heel... En wat René, je, vinden ze dat dit hun past? Dat dit, bedoel je dan dat vak wat ze uitoefenen? Of wat bedoel je met nee, dat het dit? Vak, maar juist wat past het ook van al die transitie die je ziet. Hè? Dus ze praat je over de precisie land- en tuinbouw. Je praat over klimaat. Je praat over kringloop land- en tuinbouw. Je praat over vraaggestuurde ketens die er zijn. Dus meer, nog meer naar de vraag kijken van wat daar allemaal gebeurt. Van... Oké, okay, wat vergt voor je, wat jou allemaal als ondernemer? En past mij dit nog naar de, als je de komende jaren ziet wat ook deze wereld aan mij gaat vragen? En wat je ziet is dat wel heel veel ondernemers ook daar hun eigen beslissing aan het nemen zijn. En maar hebben ze een keuze? Dat vraag ik me ook af. Hoe kan je dat dus toelichten? Ja. Je vraagt, hebben ze een keuze? Nee, zeg, ik vind dat een hele het, goeie. Ik, past het bij mij? Ik denk uiteindelijk dat ze die keuze op een gegeven moment... Ja, je hebt de keuze van doe je het wel of doe je het niet. Maar de maatschappij gaat heel veel van jou vragen en verlangen. Dus je hebt die keuze niet. Daardoor zie je ook in alle sectoren in de land- en tuinbouw... zie je die schaalvergroting ontstaan. En dat betekent ook wat voor die bedrijven en voor die ondernemers... die ook die grotere bedrijven moeten aansturen. Maar die schaalvergroting, is dat een gevolg van... Ik ben even benieuwd. Oh, sorry. Nee, maakt niet uit, maar je stelde de vraag en het leek alsof je zelf al ook een idee erbij had. Hè? Dus je zei, hebben ze een keus? Wat zou jouw antwoord zijn? Hè? Op, René zegt, nou eigenlijk heb je geen keuze. Hè? Dus het is nou met je of voor je, maar het komt over je heen. Hè? Al die dingen die we net even benoemden. Hoe kijk je zei van, past het bij mij? Maar een teler kan dan zeggen van, nou ja, het past niet bij mij, want het kost me dan extra veel. Maar het niet doen is weet hij in zijn achterhoofd ook wel van, ja, dat gaat me in de lange termijn ook niet. Ja. Ga ik dat niet uithouden. Dus het is niet echt voor die teler denk ik ook wel niet meer de vraag van past me dit, maar hoe ga ik het aanpakken? Eens, maar goed, daar wilde ik ook mee zeggen van past mij dit? Dat je zegt van ben ik dan die teler dat hij nog op deze de komende 10, 15 jaar dit gaat doen? Of laat ik dat over aan degene die mij opvolgt? Of zorg ik dat mijn bedrijf overgedragen wordt aan iemand anders die dat wel kan? Ja. Dat zijn... Geen makkelijke beslissing, hè, waar je het over hebt. Maar het is wel waar je voor staat. Ja. Volgens mij is dit wel eerlijk om dat zo te doen. Hè. Ik bedoel, wij zitten dan in een relatief eenvoudige positie dat we erover kunnen praten zonder dat het pijn doet. Maar ja, dat maakt volgens mij ook dat we dat gesprek wel op die manier moeten voeren. Dus als wij er al ingewikkeld over doen, maar dan wordt het nog ingewikkelder voor de mensen voor wie het al ingewikkeld is. Om het even zo te zeggen. Ja. En jouw tweede vraag, Sjoerd, heb je hem nog? Nee, had ik een tweede vraag? Nee, dat weet ik ook niet. Oké, nou dan hou hem dan even vast, zou ik zeggen. Volgens mij niet. Heb jij je draad, René, of help ik je even weer terug op weg? Nou, waar ik mee wil zeggen, van hoe belangrijk uiteindelijk, dat is hetgeen waar we hier vandaag hebben over kennis, innovatie en dergelijke, hoe belangrijk dat het voor de bloembollenbranche is. Mm-hmm. En daardoor vind ik het ook heel goed dat we zo'n event als vandaag ook organiseren. En dat ook laten zien en dergelijke. Nou ja, goed, voor wat hier gebeurt. En wij vinden het ook als bank ook belangrijk. Want er zijn ook een tweetal publiek-private partnerships, de PPS'en. Ja. Vanuit de WUR georganiseerd. En ook en allebei, de Bolle Revolutie 4.0, de fundamentele systeemsprong, participeren wij ook als bank in. En met name ook omdat we zeggen van ja, we vinden, kijk, niet dat wij die kennis hebben en dergelijke, maar we willen het ook wel graag mede financieel ondersteunen. Oké, mooi. Ja. En specifiek, dat hebben we ook in de voorbereiding wat uitgelicht. Jullie noemen de bollensector noem je een van de grondgebonden weliswaar, maar ook een intensieve sector. En dat is een clustertje van sectoren wat jullie onderscheiden, waar je ook, dat noem je expres, je onderscheidt dat van de veehouderij of van de meer grondgebonden extensieve sectoren. Wat maakt dat zeg maar, nog anders voor de manier waarop je naar die sector kijkt, dat label? Nou, het is, laat ik zo zeggen, dat is, het is en grondgebonden en het is ook intensief. Ja. Ook door de broeierijen die er zijn. Ja. Daar praat je echt over de glastuinbouw. Dat is toch een andere... En het woord intensief, want eigenlijk, misschien had ik mijn vraag duidelijk moeten stellen, maar daar wil ik naartoe. Dat woord intensief, dat heeft in de volksmond ook nog wel eens een wat negatieve klank. Hè? Dus intensieve veehouderij, dat vinden we dan minder goed. En extensieve veehouderij vinden we dan beter. Even los van hoe het precies zit. Maar dat grondgebonden, dat vinden mensen volgens mij fijn. Hè? Dat klinkt goed. Basis met de grond. Heel veel mensen willen graag geworteld zijn. Dus ook graag de bloemen of de producten die ze hebben. Maar dat intensieve, hoe is dat voor de Rabobank? Zit daar ook dan een... Welke klank of welke kleur geven jullie daaraan? Nee, het is de klank en de kleur die we aangeven is uiteindelijk ook... Dit is ook voor de land- en tuinbouw ook een belangrijk onderdeel.
ook die intensieve veeteelt. En je, dan, maar daar zien we ook wel dat in relatie tot de stikstofdiscussie, ook uiteindelijk de overheid die ook verlangt dat hier beslissingen in ingenomen worden. En daar gaan wij dan ook in mee en kijken van hoe ver kunnen wij ook onze klanten weer helpen om die vervolgstap te maken. Of als je praat over de melkveehouderij, om die extensivering ook mogelijk te maken. Ja. Daar willen we ook in participeren als het gaat over grondcoöperaties. Maar ook, nou ja, ik ben toevallig dan ook vandaag nog in gesprek geweest met LNV. Die bezig zijn ook daar programma's voor te ontwikkelen. Dus op die manier proberen we ook onze rol daarin te vervullen. Ja, dus intensief heeft bij jullie niet er zit geen waardeoordeel in. Nee. Maar het is een soort feitelijke vaststelling en van daaruit acteer je dan. Er zit totaal geen waardeoordeel in. Nee, nou, zeker niet. Had ik ook niet verwacht, maar goed dat je dat ook nog zo noemt. Ik ben blij dat je het vraagt dan. Mooi. Over naar jou, Sjoerd. En voordat we dat met het gesprek gaan doen, hebben we een filmpje over een van de projecten waar jij bij betrokken bent. Bolle Revolutie 4.0. We gaan eerst het filmpje kijken, dan moet jij daar wat over vertellen. Het is volgens mij een half jaar oud, waar we dan intussen staan. En waarom dit zo'n mooi of interessant of relevant project is. Goed. Welkom op ons familiebedrijf Zeestraten. Wij telen bloembollen, hyacinten, tulpen, narcissen. Narcissen dan op contract voor de firma Lenen. Ons bedrijf bestaat al honderden jaren, vanaf 1750. Een machine die kan ziek zoeken is heel belangrijk voor een teler. Omdat de machine, als het goed is, het beter kan als een mens het met het blote oog kan. Ik ben gevraagd door de KVB of ze de machine mocht draaien op ons land. Vanuit STKT werken wij aan een machine die straks de ziektes kan gaan herkennen in het bollenveld. De machine zoals deze in de huidige vorm te zien is, is nog niet de machine zoals deze straks in het veld gaat rijden. Dit is slechts een opnamebak, om een goede camera-herkenning van het ziektebeeld te verkrijgen. Onder deze opnamebak zijn 15 kleurencamera's onder verschillende hoeken gemonteerd, waardoor we de planten van allerlei verschillende perspectieven kunnen bekijken. Om een goede herkenning te krijgen van deze verschillende ziekteverschijnselen en planten, is er heel veel data nodig die verkregen moet worden in het tulpenveld. In onze team van onderzoekers in Wageningen werken we aan het ontwikkelen van een algoritme om de zieke tulpenplanten te herkennen. In de veld nemen we beelden op van de zieke planten. Die sturen we naar de rand naar het kantoor, waar we doen eerst de beelden bewerken en daarna de algoritme trainen. We gebruiken twee typen camera. De RGB-camera is een zeer eenvoudige camera. De hyperspectrale camera kan ook onzichtbaar kleuren zien, zoals infrarood. Ziek zoeken is een klus die door mensen wordt gedaan op dit moment. En dat proberen we te automatiseren. Mijn rol als onderzoeker in dit project is het opzetten van een proefveld. Ik zoek dan partijen bollen bij elkaar die we kunnen planten en waar beelden van gemaakt kunnen worden. En ik overleg met een kweker of ik ze daar mag planten en of hij dat allemaal kan bijhouden qua teelt. Voor de toekomst willen we de machine zodanig maken dat hij ze en herkent, maar ook daaruit haalt. Want dat doen de mensen nu natuurlijk zelf. Die softwaretechniek die nodig is voor de beeldherkenningen, die is natuurlijk voor in de toekomst heel belangrijk voor de bekerij. Om in ieder geval die virus te herkennen en dat wij, de keurmeesters, kijken of de machine dat dezelfde beelden ziet dat wij ook zien. Het gaat om twee soorten virussen, dat is het TVX-virus en het tulpenmozaïekvirus. Bij de afwijkingen zetten wij de stokjes neer. De blauwe stokje staat voor TVX en de gele stokje staat voor het tulpenmozaïekvirus. De machine gaat dan kijken of dat overeenkomt met wat wij neergezet hebben. De huidige focus ligt vooral op een robuuste camera-herkenning. Wanneer deze camera-herkenning goed en robuust de ziektes kan herkennen, zullen we volgende stappen gaan zetten om een machine te maken die door een teler gebruikt kan worden. Andere mogelijkheden voor detectie is de huidige oplossing, mensen. Maar het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden om de hele dag in de veld te lopen om de zieke planten eruit te halen. Als het goed is gaat het heel veel tijd en winst opleveren, zodat we een beter product op de markt kunnen zetten. Het zou mooi zijn als het werk wat we nu door mensen laten doen door de machine kan worden overgenomen.
dan is er meer garantie dat het werk goed gebeurt en vaker gebeurt, zodat er een betere kans is op gezondere partijen bollen. En dat is nodig voor de toekomst van de bollenteelt. Ja, dit was duidelijk niet nu. Deze beelden waren al iets langer geleden. Sjoerd, waar staan we nu met dit onderzoek? Zijn er al nieuwe dingen boven water gekomen sinds dit filmpje gemaakt is? Dit was dus afgelopen voorjaar. We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor het komende voorjaar. Afgelopen jaar hebben we heel veel dingen geleerd, maar we merkten wel dat het nog niet perfect ging. De beeldkwaliteit bijvoorbeeld, die kon nog iets beter, waardoor we... De beeldkwaliteit van de camera's? Ja, van de camera's. Ja. Waardoor we wat nauwkeuriger kunnen annoteren. En dat gaan we dit jaar dus met betere camera's testen. Oké. En dat heeft dan, want het woord annoteren zal niet iedereen iets zeggen, maar dat heeft dan als wat de consequentie of het voordeel daarvan is dat... Annoteren is eigenlijk het aanwijzen van het virusbeeld aan de computer. Mm-hmm. En wat we dus hebben gedaan is, we zijn met een camera opstelling over een bed tulpen gaan rijden. Heel langzaam, heel veel foto's gemaakt van verschillende kanten. En dan zoveel mogelijk foto's gemaakt van ziektebeelden van TBV en TVX. En al die foto's die zijn we naderhand op de computer gaan annoteren. Mm-hmm. En dus dan heb je elke keer zit je een vierkantje om het virusbeeld heen. En dan weet de computer van oké, dit is dus een virusbeeld. Maar dat wil je zoveel mogelijk van hebben, zodat die computer na een tijdje zelf weet, oké, ik weet nu wat een virusbeeld is. Dat hebben we dus afgelopen jaar gedaan. Oké. Dit jaar gaan we dat trouwens anders doen. Dit jaar, aangezien de beeldkwaliteit was voorheen iets minder, nu hopelijk beter. Daardoor wordt het annoteren ook lastiger. En zeker als het gaat om hele kleine virusbeelden, wil je toch eigenlijk wel zeker weten of het nou een schaduw is of misschien een vorstschade. En als die camera natuurlijk super scherp is, dan kan je daar veel beter mee omgaan. Maar dus hadden we nog wel eens discussie. Dus toen zeiden we, moesten we weer een apart Skype-gesprek in lassen met de mensen van de BKD. En dat was een beetje omslachtig af en toe. Van ja, is het nou wel of is het nou geen virusbeeld wat we hier zien? En toen dachten we, dit kan ook anders. Dus zijn we met Open Tilt Wur gaan praten. Die hebben ervaring met on the field. Annoteren, dus direct mm-hmm. na het maken van een foto. En die hadden dus al die ervaring met on the field annoteren in aardappel. Dus dat gaan we nu dit jaar ook doen. Dus dan gaan we met de keurmeesters op het veld, nadat we een foto gemaakt hebben, gelijk bepalen of het wel of niet een virusbeeld is. En daar voorkom je dan discussie in ieder geval achteraf bijvoorbeeld mee? Ja, precies. Waardoor je uiteindelijk efficiënter kunt werken. Mm-hmm. En jouw collega zei daar al iets over waarom dit project relevant is. Waarom is het project voor jou relevant of interessant, als jij dat zou zeggen? Hoe nauwkeurig je de virus kunt uit het veld kunt halen, hoe beter dat werkt tegen de verspreiding van virus in het veld mm-hmm. natuurlijk. Dus als jij, stel dat je 100% het ene jaar eruit kan halen, dan heb je het jaar erop heb jij een schone partij en waardoor het virus weer minder verspreidt. Ja. We weten door de zachte winters dat er steeds meer dat luizendruk hoger is. Dus de kans op verspreiding is al hoger. Ja. En dus een nauwkeurigere selectie in het voorjaar is nodig. Anders dan breidt het virus zich eigenlijk alleen maar verder uit binnen de tulpen. Ja. En ja, deze camera... selecteren met behulp van camera's. Nu kunnen we dat nog niet super nauwkeurig, maar stel dat dat straks wel kan. Ja, dan en je kan daarmee beter zijn dan de mens. Dan kan het natuurlijk heel veel voordelen opleveren. En daarnaast is het ook moeilijk om, denk ik, voor telers elk jaar opnieuw geschikt personeel te vinden. Ja. Om dit soms best wel lastige klusje te klaren. Ja, dus je speelt in op iets, je neemt een risico weg als je straks een camera hebt die net zo goed is. En als die beter is, dan maak je er zeg maar een kans van nog. Ja, ja. Helder.
Hey, en over de toepassing van data, zeg maar, in de teelt of in de mechanisatie van de teelt is best wel heel veel te doen. Ik noemde al die satellietdata en die drone data. Ik bedoel, een camera zit er natuurlijk nog dichter op, maar zeg maar, die combinatie van verschillende bronnen van data, zit daar nou nog winst voor dit project of zeg maar meer in zijn algemeenheid? Hoe kijk je daarna? Nou, voor dit project zou ik het niet zozeer een voordeel zien. Kijk, wat wij hier willen is niet per se het ontwikkelen van de car zelf. Maar wat wij hier eigenlijk willen is überhaupt een mogelijkheid dat het systeem het virus herkent. Ja. Dus echt het geautomatiseerde ziek zoeken. En dat doen wij nu met een cameraopstelling. Mocht het zo zijn. Kijk, en dat zijn uiteindelijk gewoon foto's. Dus ja. Mocht het zijn dat het uiteindelijk een satelliet die foto's maakt, prima. Ja. Maar je wil uiteindelijk wel ook die zo snel mogelijk die plant weg hebben. Zodat hij dit virus niet meer kan verspreiden. Dus dan zou je dat toch fysiek op het veld hebben. Ja, daarvoor moet je toch ter plekke zijn. Ja. Ja. En dat zou of met een drone of met een selectiecar eventueel kunnen, een robot. Ja. Dus maar dat zou dan misschien nog efficiënter kunnen zijn. Dus als je in één vlucht een heel aantal percelen in één keer kunt doen. Daar zit dan misschien in theorie het voordeel. Maar lijkt me heel lastig om te zeggen of je nu al met een satelliet een virusbeeld kan herkennen. Maar zeg nooit nooit. Nee. Misschien is dat binnenkort mogelijk. Maar ja. Nou, dat zou mooi zijn. Ook mooi is het nog wat in het verschiet. Met een drone denk ik dat het wel zou kunnen. Dankjewel voor nu. Dank voor de aanvullende toelichting. We maken een stapje naar een heel ander onderdeel, of niet een heel ander onderdeel, maar een ander aspect van kennis en onderzoek. En we hadden net even buiten de uitzending, voor de uitzending al een gesprek. En toen zeiden we de relevantie van ook mensen met groene vingers en technisch inzicht, die wordt steeds belangrijker. Juist ook op die steeds groter wordende bedrijven. Dus de bedrijfsleider of de manager heeft al heel veel in zijn omgeving. Je hoeft de Rabobank maar gevolgd te hebben en dat is dan nog een vriend, zou ik zeggen. Er zijn ook mensen die er nog anders naar kijken, maar dus je hebt genoeg te doen. Dan helpt het als je ook goede mensen hebt die de teelt voor jou beheersen, kunnen managen. Nou, onder andere voor die mensen is er een opleiding Green Tech. En ook daarvoor zijn, denk ik, mooie beelden die we graag met jullie delen. Ze zijn al eerder vertoond, maar ik denk de moeite waard om even nog naar te kijken en te luisteren. Green Tech is eigenlijk groene technologie. Hoe een plant groeit bijvoorbeeld, wat voor machines of robot je daarvoor kan maken. Heel veel geautomatiseerde machines voor de teelt. Gaat je hart sneller kloppen als je in de praktijk werkt met de meest nieuwe en duurzame technieken? De moderne tuinbouw zit hier vol mee. Nederland loopt hier internationaal in voorop. Bij onze studie Green Tech leer je alles over techniek en automatisering. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat er straks genoeg voedsel is in de hele wereld. Met deze opleiding kun je aan de slag in bijvoorbeeld de tuinbouw, kassenbouw of bij een ander technisch bedrijf. De vraag naar goed opgeleid technisch personeel is groot. Een studie die je straks dus veel kansen biedt. Ook als je wilt doorstromen naar het HBO. Schooldag bij Green Tech ziet eruit. Eigenlijk, je komt gewoon 's ochtends binnen. Dan heb je de normale vakken zoals Nederlands, Engels, dat soort lessen. En aantal uren praktijk. Maar ook wel theorie over planten of productkennis, robots. Tijdens de opleiding Green Tech krijg je een mooie mix van theorie en praktijk. Je leert alles over mechatronica, plantenfysiologie, energietechniek, sensortechnologie en gewasbescherming. Het zegt je misschien nog niets, maar bij Green Tech leer je wat het is. Je regelt het klimaat voor planten en je gaat aan de slag met de bescherming en het leven hiervan. Ook leer je veel over bedrijfsprocessen, planning en organisatie. De opleiding Green Tech is een stabiele basis om je goed te specificeren in de onderdelen die je leuk vindt van de opleiding. Je leert breed over de techniek van de teelt en daarmee wordt ook de teelt zelf meegenomen. Na je opleiding is er genoeg werk te doen. Je kunt veel kanten op. Je kunt bijvoorbeeld aan het werk als technisch specialist, teeltexpert of melkveehouder bij Nederlandse of buitenlandse bedrijven. Of je begint je eigen bedrijf. Wil je doorleren? Dan kun je doorstromen naar het HBO. Ik wil na mijn studie ga ik werken. Wil ik gelijk de bloemen in op transport. Na deze studie wil ik nog een HBO gaan doen. Dat kan natuurlijk omdat ik niveau 4 heb ga afronden. Na mijn studies wil ik graag veredelaar worden.
Het houdt in dat je nieuwe rassen in rozen of een andere plant kan ontwikkelen. Lijkt het jou ook leuk om met GreenTech aan de slag te gaan? Check wellandmbo.nl. Het Welland College, ik noemde ze al. Ja, ik parafraseerde jou, René, toen ik zei dat we in het voorgesprek zeiden hoe belangrijk het was. Dus heel graag jouw eigen woorden nog over wat we net zagen. En de relevantie daarvan voor onze sector. Zeker, zeker. Want ik werd toen ik gisteren al het filmpje heb mogen zien, dacht ik van, hey, dit is mooi. Dit is heel goed dat de sector dit doet. En ik kan hier als voorbeeld even nemen van wat ik zelf heb meegemaakt. Ik heb aan het begin van het World Horticulture Center in Naaldwijk mogen staan. En een aantal jaren geleden geopend. Waar ook toen lentes is ingetrokken. En dus uiteindelijk ook behoorlijk wat ondernemers en dergelijke. En wat je dus ziet, is dat als je dat bij elkaar voegt. Want daar hadden ze ook te maken met eigenlijk te weinig aanwas van groene leerlingen. Dat ze door die combinatie daar neer te zetten in de World Horticulture Center, is het aantal groene leerlingen alleen maar vergroot. En hier heeft de sector echt behoefte aan. Want ik heb de afgelopen maanden heel wat gesprekken gehad met kwekers. En die zeggen van, joh, René, mijn bedrijf is echt groter aan het worden. Ik moet meer in management taken gaan verrichten. Maar ik moet ook groene vingers in mijn bedrijf hebben. En waar vind ik ze uiteindelijk? Wat dat betekent is dat ik moet en managen en ik moet in het veld staan. En niet alles kan tegelijk. Dus als ik dit zie en ik zie dan ook het enthousiasme van de mensen, dan denk ik, nou, dit, ja nee, maar dat meen ik echt, hè. Dat vind ik heel mooi om te zien. Oké, dus aanmoediging voor iedereen die... Ja, daarom vond ik blij dat ik dit nog even mocht zeggen. Ja, natuurlijk mag je dat zeggen. Nou, we hebben ook gemerkt, ook dat is leuk om te zeggen, ik bedoel, gisteren hebben we het heel kort over corona gehad en de impact op de sector. Toen ging het over de ontwikkelingen daarin. De impact die corona heeft op andere sectoren is veel groter en ook negatiever in sommige gevallen. En wat je daardoor ziet is dat de groene opleidingen, afgelopen jaar toch, vorig jaar, makkelijker aan hun instroom kwamen. Dus het is een beetje de een zijn dood. Misschien is dat overdreven gezegd, is de ander zijn brood. Ook dat is overdreven gezegd, maar dat is dan zo'n de andere kant van de medaille van corona, is dat deze sector zichzelf als een hele vitale, wendbare, veerkrachtige sector heeft laten zien. En dat zien ook mensen die in de event business zitten of zaten. En die ook toch liever een baan met meer toekomstperspectief of meer baanzekerheid kiezen. Nou, mooi verhaal wat echt waar is. Hè. Dus de instroom is echt toegenomen. Zegt het ook vooral voort, zou ik zeggen. Hè. Dat positieve verhaal. Jij zei dat ook al, René. We mogen best positief of positiever zijn over die sector. Nou, ook in dit opzicht. Instroom is nog niet wat het wezen moet. Maar we zitten echt alweer in de lift voor een aantal opleidingen. Dus mooi als we dat vol kunnen blijven houden. Een ander onderwerp. Dat hebben we proeftuinen genoemd. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar het woord proeftuinen kom ik steeds meer om me heen tegen. En we met een heel snel rondje in onze regio, Duinen-Bollestreek, ik zei het al, amper 3000 hectare teeltareaal, kwamen we toch tenminste al 6 openbare proeftuinen tegen. En dan heb je denk ik daarnaast nog de wereld aan waar de particulier nog onderzocht en geëxperimenteerd wordt. En met particulier bedoel ik ook commercieel of op eigen bedrijven. Dat heeft allerlei voordelen. Zou je kunnen zeggen. Hè? Dus innovatie gaat vaak sneller als je met allerlei diverse mensen ernaar kijkt. Of je hebt in ieder geval meer kans dat je iets vindt. Maar het heeft ook een heel aantal nadelen. We hebben een rondje gemaakt met een camera en een geluidsman langs 5 van die 6 proeftuinen zoals we ze in de Duinen-Bollestreek kenden. En gevraagd, wat doe je hier en waarom doe je dat op deze manier? Maar ook gevraagd, en waarom doe je dat nou zelf of waarom doe je dat nou alleen? Nou, dat leverde leuke, interessante, verrassende antwoorden op. En die delen we graag in dit volgende filmpje, ongeveer 5 minuten, wat gaat over proeftuinen en samenwerken. Dit is de proef- en monstertuin van de KAVB. En hier zijn wij bezig om voor onze leden te testen wat bepaalde soorten doen. En in verschillende omstandigheden. Hoe krijgen we de sterkste, de beste, meest vuurbestendige soorten? Van de jacint tot de tulp tot de amaryllis. Wat je ziet is dat er in de regio natuurlijk ook verschillende telers, kwekers zelf met allerlei experimenten bezig zijn. De reden dat er niet één proeftuin is, is dat het met het verdwijnen van de productschappen in de proefboerderijen is het commercieel geworden. Dus nu is het gewoon degene die betaalt, die bepaalt waarom die samenwerking nog niet optimaal is. Dat is echt de commerciële bedrijven, die verdienen daar hun geld mee.
Daar is overigens niets mis mee. De andere reden dat is natuurlijk dat het versnipperd is daardoor. We staan hier bij de proeftuin van Delphi, in de Bloembollenstreek. Wij doen veel onderzoek met biostimulanten en plantversterkers. Gewoon kijken of we een plant weerbaarder kunnen maken tegen allerlei pathogenen. En op dit moment staat hier een proef met tulpen. De reden dat er niet één locatie is voor onderzoek is dat er afhankelijk van het onderzoek de verschillende bodemtypes nodig zijn of omstandigheden. En daarom moet je vaak uitwijken naar andere locaties. Vroeger was er het PPO, waar bloembollenonderzoek werd gedaan. Dat is in 2012 weggevallen door het wegvallen van vakheffing. Sindsdien is het onderzoek versnipperd geraakt. Veel partijen hebben dat opgepakt. Agrifirm GMN doet hier onderzoek naar verschillende groene middelen die we toe willen passen. Dat doen we in de gewassen tulp, hyacint en narcis. En dat doen we in ons streven om zo min mogelijk chemie te gebruiken. Er zijn diverse partijen die natuurlijk op verschillende tuinen hun eigen proeftuinen huisvesten en hun eigen proeven neer hebben gelegd. Dat komt denk ik omdat iedereen zijn eigen doeleinden en zijn eigen drijfveer heeft en eigen kennis en kunde waarmee ze denken die proeven het beste in te kunnen vullen. Maar het is niet zo dat de samenwerking niet wordt opgezocht op het moment dat het wel kan. En ik denk juist dat deze tuin daar een voorbeeld van is, omdat hier drie partijen op aanwezig zijn die hier proeven hebben neergelegd. De proeftuin slaat eigenlijk voeren hier verschillende typen onderzoek uit, ook met verschillende gewassen. We doen onderzoek naar de weerbaarheid van de plant. Je moet altijd al op zoek gaan naar percelen waarbij een specifieke ziekte aanwezig is om die te kunnen bestrijden. En daarom is er ook niet één tuin. Sinds het productschap tuinbouw is komen te vervallen, is er geen collectief onderzoeksgeld meer. En hebben de onderlinge partijen zeg maar, een commercieel belang. Er wordt nog wel degelijk samengewerkt in bepaalde grote projecten. Dan vinden we elkaar wel. De WUR doet hier onderzoek naar de ziekzoekkar. Dat is een project binnen Bollenrevolutie 4.0. Om het ziekzoeken, wat nu nog door de mensen met de oog en de hand gebeurt, om dat door machines te laten doen met camera's. Nou, de WUR heeft in de Bollenstreek met het LBO en later PPO ongeveer 100 jaar gezeten. En wat we nu zien is dat er toch in de Bollenstreek verschillende proeftuinen zijn ontstaan. Dat zal ongetwijfeld ook met concurrentie te maken hebben, ook met verschillende doelen. Elk instituut, elke organisatie, waaronder ook WUR, moet toch financiering zoeken voor zijn eigen projecten. Nou, dat betekent dat soms zaken in concurrentie gaan, dat ook kennis beschermd wordt, niet zomaar vrij gedeeld wordt. Ja, als WUR vinden we dat natuurlijk best wel jammer. We zijn natuurlijk ook wel voor open kennisontwikkeling en open kennisdeling. Als WUR werken wij al samen met een aantal van de proeftuinen, de initiatieven die in de Bollenstreek zijn. Voor sommige projecten is het verstandiger om maar de ene aan te sluiten. En in dit geval de proef die we hier zien, was het voor ons handiger om bij een praktijkbedrijf, bij een kweker aan te sluiten. Op die manier houden we natuurlijk wel de versplintering die er is op het gebied van onderzoekslocaties in stand. We hebben allemaal dezelfde problemen. En we zijn allemaal op zich te klein om het te doen, dus we moeten samenwerken om te zorgen dat we dat onderzoeksgeld wat we hebben, dat we dat gaan bundelen. Het zou mooi zijn als we in de toekomst weer één onderzoekslocatie kunnen krijgen waarbij weer verschillende disciplines werkzaam zijn, dus mensen met specifieke vakkennis. Laten we waar mogelijk gebruik maken van elkaars kennis en kunde en laten we elkaar helpen in het vormgeven van een nieuwe groene gewasbeschermingsstrategie. Samenwerking in het onderzoek is natuurlijk ook belangrijk, omdat we best wel voor grote uitdagingen staan. En daar hebben we alle handen en hoofden bij nodig. Vanuit efficiëntieredenen zou het toch wel handiger zijn als we wat meer zouden samenwerken en de kennisontwikkeling en de kennisdeling toch wat meer in openbaarheid kunnen doen. Nou, mooi. Zoals jullie van ons mogen verwachten, hebben we deze beelden gewoon echt ook geschoten. En dus niet achteraf gemonteerd of hoe zeg je dat, bij elkaar geknipt en geplakt. Dus ik denk wel door die film heen soms ook wel de worsteling of het nadenken van de mensen die jullie in beeld zagen ook wel te herkennen. Dus je ziet mensen zeggen, ja, er zijn ook wel goede redenen dat we eigenlijk verschillende onderzoeken hebben. Bepaalde grondsoorten of bepaalde ziekten waar we dan mee bezig zijn. Maar op het eind, dus het is niet in scène gezet, dat bedoelde ik maar te zeggen. Zegt toch ook uiteindelijk iedereen wel, het zou toch ook wel heel mooi zijn als we weer toch meer samen kunnen doen. Misschien zelfs wel uiteindelijk op één locatie één grote proeftuin met elkaar kunnen hebben. Nou, daar ben ik natuurlijk ook heel benieuwd. Sjoerd, jouw collega Erik staat al in de film. Rabobank staat niet in de film, René. Dus ik ben ook al benieuwd hoe jullie daarnaar kijken.
En wat mij betreft pakken we hem dan meteen maar even ook door, zeg maar. Dus met deze film of deze opname, zeg maar, in je achterhoofd of als aanleiding. Wat zou wat jullie betreft ideaal zijn, hè, als het gaat om zo'n proeftuin of een proeftuin? En hoe komen we daar dan uiteindelijk? Hè? Dus bedoel, net als met zo'n visie, waar gaan we naartoe? Maar ook, hoe beginnen we daar te komen? Of zijn we daar al naar op weg? Hoe zie jij dat, Sjoerd? Hoe kom je daar? Ik weet het niet. Ik vind het ontzettend lastig. Waar wil je komen? Weet je dat? Wat jou betreft, waar zouden we moeten komen als het gaat over dat onderzoek? Moet het dan op één locatie? Moet het meer gezamenlijk? Of hoe zie je dat? Nou, ik snap het idee erachter wel. Dat de kennis die er vergaard wordt op de plank blijft liggen. Dat is het probleem. Mm-hmm. En of je dat oplost met een gezamenlijke proefboerderij. Idealiter misschien wel, in de praktijk misschien nog niet eens. Maar ik denk. Wat bedoel je als je dat zegt? In de praktijk misschien nog niet? Nou, zoals die meneer van Delphi bijvoorbeeld ook zei, van ja, je hebt één proefboerderij en de reden van dat het versnipperd is, je hebt ook verschillende grondtypes, ja, waarop dus die praktische redenen zijn. Ja, praktische. Nou ja, voor ons praktisch zou het voor ons heel goed uitkomen nog wel. We hebben in Blijswijk soms nog wel eens ruimte tekort. Dus en als we proeven doen in de buurt, dan is dat ook gewoon handig. En tegelijkertijd heb je misschien ook wel andere expertises als proeftuinen. Dus de ene is misschien wat beter in het testen van dat en de ene is wat beter in het testen van dit. Zoals Bond ook zei, van we hebben allemaal dezelfde problemen, maar denken we dan ook na over dezelfde oplossing? Dat vraag ik me ook af. En wie bepaalt het dan? En wat is je capaciteit op dat proefbedrijf? En welke onderzoeken ga je dan wel uitvoeren en wat niet? Dus ik heb er heel veel vragen bij al gelijkertijd. Idealiter denk ik dat het heel goed is. En zeker kennis bundelen, waarom niet? Het is altijd zonde om dingen te overlappen en dingen dubbel te doen. En dingen voor elkaar in geheim te houden. Maar ik heb tegelijkertijd wel organisatorisch heel erg veel vragen van hoe ga je dat dan oppakken? En als je alles op één bult gooit, wordt het daarom niet juist onoverzichtelijk van. Nu werken we vaak in wat kleinere groepen met een paar partners. En waardoor het wel overzichtelijk blijft en iedereen, je hebt wel goede interactie met elkaar. En misschien als je heel veel partijen bij elkaar brengt, wordt het misschien ook wel lastig van oké, van ja, wie heeft nou eigenlijk de regie? En willen we allemaal hetzelfde? Vast wel, maar. Het lijkt me best wel een ingewikkelde taak om het, het te organiseren. Het wordt daarmee complexer op een aantal onderdelen, zeg je eigenlijk. Ja. Ja. Hoe is het voor jou, René? Ook als niet zijnde onderzoeker, hè, dus dat maakt het misschien nog weer makkelijker om er iets over te zeggen. Ja, dat is dus mijn rol is ook een stuk makkelijker hierin. Ik vind het sowieso goed als je met de film laat zien van wat er uiteindelijk speelt. Hè. Dus dat geeft dus al aan dat alle partijen wel bereid zijn om te vertellen wat er echt aan de hand is. Ja. En wat ze en nog niet eventjes van hoe kunnen we het gaan oplossen, maar het is al het feit dat je het al vertelt. Het zou zo mooi zijn als in de sector één hele grote belangrijke stakeholder opstaat en van en ik ga het doen. Ik ga het organiseren. Ik ga met iedereen erover in gesprek. En ik snap het wel, het bedoelt bijna allemaal, of zijn allemaal commerciële partijen, dus iedereen heeft er ook zijn eigen rendement op en dergelijke. En hoe ga je dat dan uiteindelijk is dat ook niet daar? Nu de KNVB geweest die dat zei? Die heeft toch nu gezegd van laten we dit doen? Ja. Dus ik hoefde de naam nog niet te doen, maar ik heb natuurlijk Jaap al gezien. Dus ja. Toch? Ja. Ja, het is denk ik ook in de sector een belangrijke stakeholder. Wordt ook als betrouwbaar ingeschat. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Dus daar zou die rol kunnen komen te liggen. En ik snap wel dat dit geen makkelijk proces is. Want ja, iedereen die haalt uiteindelijk zijn eigen rendement uit. Hè. Je ziet het ook in de veredeling van groentezaden. En denk ja, je hebt gewoon een aantal in de wereld heb je een aantal hele grote veredelaars. En er zijn er toch een paar nog altijd bezig met paprika's. Terwijl kunnen we dat niet concentreren bij eentje? Nou, dat snap ik dan ook wel. Maar hier gaat het uiteindelijk om, zeg maar, de verbetering van het product wat we hier in Nederland produceren. En wij zijn de grootste producent van Nederland, hè? Of van de wereld, sorry, ik zeg het verkeerd. Ja. Dus ja, dan zijn we wel belangrijk. Al is de sector niet klein, niet groot, maar het is wel belangrijk.
Maakt het dan zeg maar het feit dat die sector op zich niet zo groot is, hè, dat het, de productie zeg maar, overwegend hier plaatsvindt, maakt het dat in zekere zin ook weer makkelijker? Hè? Je maakte de vergelijking met de tuinbouw. Is het dan zeg maar, het nadeel dat we als pollensector soms wat klein zijn, is dat dan ook weer een voordeel? Ik denk dat het wel een voordeel is, omdat mensen elkaar ook gewoon kennen. Ja. Dus ik denk dat maakt het ook, als je elkaar kent, maakt het makkelijker daarin. Ik denk het wel. Je bent het met me eens. Ik hoor ook heel vaak de klachten dat de bollenwereld soms best conservatief kan zijn. Dat het best wel een taaie sector is. Sjoerd, wil je daar zelf wat over zeggen? Je zegt, ik hoor de klacht. Hoe ervaar je dat zelf? Je bent nou zelf ook een tijdje actief. Je zit al wat langer in die sector, maar nu zijn we er als stakeholder weer in. Nou, ik zit... Spreek je uit, er wordt er niet gelyncht hier. Nee hoor. Maar ik zit sinds 1 jaar in het onderzoek, dus mm-hmm. Ik spreek niet helemaal uit heel veel ervaring of zo. Maar ik hoor wel eens wat en dan zeggen sommige mensen van, nou, ik vind dat de bollenwereld toch een moeilijke wereld om in te komen. Er zijn toch wel mensen, er zijn wat oudere technieken gewend en die vinden dat prettig om zich daaraan vast te houden. Dus kan we ook, ondanks dat je misschien zegt van het is een kleine sector en we kennen elkaar, dat betekent nog niet altijd gelijk dat we met z'n allen ook in 1 keer om zijn en iets nieuws willen proberen. Dus nee, maar door het nu uit te spreken, is het ook wel de eerste stap die je hebt genomen nu, hè? Ja. Dus duurt nu gewoon ook uit te spreken. Ik bedoel, we kunnen het allemaal zien. Het is nu bekend. En nu kunnen de vervolgstappen genomen worden. En ik snap wel, het zit in die DNA om het niet te doen. Dus dat kost heel lang om daar uiteindelijk tot een andere cultuur te komen. Ja, en het is gewoon de manier waarop het nu is. Zoals net gezegd werd, wie betaalt, bepaalt. Dus het verdienmodel erachter houdt het in stand. En ik denk zoiets als de verbindingsverklaring, mm-hmm. dat het daardoor misschien een nieuwe boost zou geven om toch inderdaad collectief wat meer uit te voeren. Dus ik denk dat het... Dat zou echt die sleutel moeten zijn en ook wel kunnen zijn. Nou, het zal inderdaad wel een... zal wel werken. Dus als we de dingen die in de tijd van het productschap niet zo goed gingen, als we die iets beter doen. En we weten, zeg maar, de openheid zoals we die in woord wel hebben vasthouden en ook te vertalen in echt samenwerken, dan liggen daar misschien best nog hele goede kansen voor. Productschap 2.0, zo gezegd. Ja. Dat denk ik wel te horen. Nou, mooi. We gaan richting het einde van onze uitzendingen hier. Ongeveer 50 minuten met elkaar een aantal dingen gedeeld dat voorbij zien komen. We hebben op de chat en via onze sociale media een aantal vragen gekregen, vooral ook al instemming. Ook hier hebben we denk ik een stelling geponeerd die toch misschien te voor de hand liggend was. Hè. Dus we hadden onze eigen Greenport Duin en Bollenstreek een klein beetje verkleind misschien, hè, weggezet. We hebben alleen waarde als toegevoegde waarde als proeftuin voor onderzoek en innovatie. Want ja, qua teelt, ik zei het al, 3000 hectare stellen we niet zoveel meer voor. Maar nou, het merendeel van de mensen wat met ons meedacht en meeluisterde had toch, vond dat we er onszelf daar toch tekort mee deden. Dus die zei ja... Proeftuin, zeker. Hartstikke goed. Ga daarmee door. Hè. In lijn met wat wij net hier ook al zeiden. Met samen kun je nog een heel stukje verder komen. Maar je bent ook veel meer dan dat. Wat ik jullie wil vragen in jullie laatste schot of jullie laatste slotwoorden. Nou, pak deze stellingen om op te reageren. Of pak iets anders wat je vanavond voorbij hebt horen komen. Of wat je juist nog had bedacht om te zeggen. En nou gaan we daarmee eindigen. Wie van jullie mag ik als eerste het woord geven? Nou ja, ik wil nog even dan in ieder geval stilstaan bij de Greentech. Ik was net enthousiast van om het filmpje te zien. En daarbij zou ik zeggen, sector, pak door. Zet je schouders eronder. Ga in gesprek met Welland om te kijken van hoe kunnen we dit op een dusdanige manier gaan organiseren. Dat we naar de toekomst toe meer groene handjes hebben. Want die hebben we nodig. Helder. Voor jou, Sjoerd, wat zijn jouw laatste woorden voor vanavond? Ik denk toch echt als je kijkt naar die gezamenlijke proeftuin. Idealiter werkt het heel goed, denk ik. En lost het veel problemen op. Maar we moeten ook realistisch blijven en kijken naar het huidige systeem. Hoe zit het in elkaar en waarom houdt dat in stand? En lost dat probleem op door een gezamenlijke proeftuin of niet? Oké, goed. Een nog betere analyse voordat we overhaast weer in dezelfde kuilen stappen waar we al eens eerder in gestapt zijn. Precies. Ja, helder. Ja, dan dank ik jullie ook op deze plaats namens jullie bijdrage.
En beëindigen we hiermee onze uitzending voor vanavond. Over 5 minuten op ditzelfde kanaal. De laatste Green Deal Talks, waarmee dan de digitale mechanisatiebeurs voor dit jaar beëindigd wordt. Dank jullie wel dat jullie bij ons waren. Kijk nog eens later terug en reageer dan ook vooral. Voor nu, fijne avond, veel plezier zometeen.